Welkom bij de Direct Duidelijk Tour. Ik ben Lodewijk van Noord en wat ontzettend leuk dat jullie in zulke grote getalen vandaag aan het kijken zijn. We gaan het vandaag hebben over kunstmatige intelligentie, of zoals we dat nu vaak noemen artificial intelligence AI. Die afkorting heb ik nu benoemd, want die gaat in deze uitzending heel vaak voorkomen. Het is vandaag 16 november en de ontwikkelingen op dit gebied gaan supersnel. Dus het kan zijn als je dit webinar straks later kijkt, dat de ontwikkelingen alweer anders zijn dan dat we vandaag bespreken. Nou, we kunnen niet meer om artificial intelligence heen. Er zijn allerlei toepassingen, bijvoorbeeld ChatGPT en BART. Hulpmiddelen waarbij AI een afbeelding of informatie voor jou genereert. En daarom heet dat ook wel generatieve AI. En over AI kan je heel veel uitzendingen vullen. Maar dit webinar gaan we het alleen maar hebben over die generatieve AI. Dus waar die afbeeldingen of teksten voor je gegenereerd worden. Hoe werkt dit precies? En is dit veilig? Welke opdrachten of instructies geef je mee? En voor welke doeleinden is het eigenlijk wel? En voor welke is het niet geschikt? Nou, ik zei het al: we hebben ontzettend veel aanmeldingen en er is veel aandacht voor dit webinar. En daarom hebben we ook speciaal deze keer een vragenuurtje na afloop van het webinar. Alle informatie en de link hiervoor die heb je ontvangen na je inschrijving, maar die staat ook op de website. Wat wel belangrijk is: van die vragenuurtjes worden geen opnames gemaakt. Heb je vragen tijdens deze uitzending? Stel ze dan vooral via de chat, zoals je dat altijd kan doen. Of bewaar ze voor het vragenuurtje. Want onze gasten en nog aanvullende gasten, ik ga dat na afloop allemaal vertellen. Die zitten voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Alle vragen in dit webinar beantwoorden, ga ik jullie alvast vertellen: dat gaat echt niet lukken. Aan tafel en online zitten allerlei experts. En tijdens dit webinar krijg je onder andere antwoorden op de volgende vragen: Wat kan generatieve AI zoals ChatGPT? Op dit moment. We gaan het natuurlijk hebben over jullie vragen die jullie vooraf hebben ingestuurd, bijvoorbeeld over duurzaamheid, over auteursrecht en het maken van afbeeldingen. En we gaan ook kijken wat er landelijk speelt op dit gebied. Zijn er al regels in ontwikkeling, bijvoorbeeld? Maar goed, laten we vooral snel beginnen, want we hebben dus veel te doen. En ik ben enorm blij dat ik twee geweldige gasten hier aan tafel heb. En ik stel ze graag aan jullie voor. Naast mij zit Ajuna Suryadi. Jij bent de oprichter van Expertisecentrum Dataethiek. Welkom. Vertel ja, even kort wie ben je en wat doe je precies? Ja, uh, ik ben Ajuna. Uh, ik heb een achtergrond in de filosofie uh, en ik heb me vooral gespecialiseerd in de ethiek van AI. Uh, ik ben een tijdje privacy officer geweest, maar inmiddels heb ik me helemaal gericht op de dataethiek. En nu help ik overheidsorganisaties om algoritmen op een verantwoorde manier in te zetten. Ja, dat klinkt allemaal heel erg. We gaan het er allemaal uitgebreid over hebben, maar ik denk, oh, wat, wat een hoop woorden en een hoop <laughs> dingen. Maar we gaan ik weet, er komen steeds een heleboel vragen voor jou. Wat fijn dat je er bent. Arthur van Kang, jij zit hier ook, je bent docent AI. En partner bij Dialogic. Vertel, wat, wat doe jij in de dagelijkse leven? Klopt. Ja, ik doe van alles met digitale innovatie naar in AI. Uh, ik werk inderdaad bij een onderzoeksbureau. Dus ik doe ook onderzoek naar AI, uh, data, digitalisering. Uh, ik geef ook les op het gebied van uh, AI. Dus uh, met professionals, maar ook met studenten. Uh, en ik bouw ook zelf mede AI-toepassingen. Dus in het kader van Practice What You Preach uh, probeer ik op alle vlakken actief te zijn. Nou, gasten die dus super veel weten over dit onderwerp. Stel je vragen via de chat of schrijf ze op hè, straks voor het vragenuurtje. Laten we meteen maar beginnen met de vraag: wat is het eigenlijk? Wat is AI, Ajuna? Ja, nou, de definitie van AI die is best wel ingewikkeld. En daar is zelfs de Europese Commissie nog niet over uit. Um, maar simpel gezegd. Kan AI je helpen bij alles wat te maken heeft met uh, intelligente taken? En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het analyseren van grote bergen gegevens, daar patronen in herkennen. Dus dokters gebruiken AI bijvoorbeeld om sneller diagnoses te stellen. Dat wordt al gebruikt. Uh, ja, zeker. En bij de overheid wordt AI ook gebruikt om bijvoorbeeld uh, fraudeopsporing te doen, of criminaliteitspreventie, of zelfrijdende auto's te ontwikkelen, of smart cities te maken. Dus alles. Uh, heeft te maken met AI. Om het nou even heel duidelijk te maken voor iedereen. Uh, um, want stel, ik weet helemaal niks van AI. Wat doet een dokter dan? Je zit aan zijn tafel, die krijgt iemand binnen met een. Uh, nee, die, die heeft klachten of die heeft ergens last van. Ja. En hoe gebruikt hij dan AI? Dat gaat via een computer, neem ik aan. Ja, en die computer die is dan getraind op heel veel informatie over alle patiënten die er in het verleden ergens last van hebben gehad. En uh, zo'n arts kan dan informatie invoeren over de uh, patiënt die die voor zich heeft. En dan, uh, ja, dan zit hij op het schermpje uh, van, hé, hey, deze patiënt heeft last van uh, X, Y of Z. En dan kan de do uh, dokter meer vragen stellen en dan uh, kan zo'n AI-systeem eigenlijk heel accuraat voorspellen wat er aan de hand is. Ja, want je zegt meteen heel accuraat. Dat gaat dus vaak goed. Klopt, ja. Ja, oké. Okay. <laughs> nou, dat is goed om te, goed om te weten. Um, vandaag hebben we het dus vooral over die generatieve AI. Uh, Arthur, wat is dat precies? Ja, dat is, als je het simpel zou zeggen, is dat je niet alleen maar vraagt bijvoorbeeld bij die arts: van nou, hier heb je een foto van iemands longen. Uh, is er sprake van een ziekte, ja of nee? Dat is mm -hmm. meer traditioneel AI, zal ik maar even noemen. Bij generatieve AI. denk We ik hebben dat... dus zelfs al traditioneel ja, AI. Ja, ik denk, AI, dat generatieve is AI ideeken. is, is ja. nog, nog nieuwer. <laughs> ja. uh, maar daar, daar kun je aan denken dat, uh, dat de computer voor jou ook uh, output uh, genereert in de brede zin. Dus kun je denken aan plaatjes of aan teksten, uh, misschien wel hele artikelen. Uh, nieuwe muziek, uh, uh, stemmen. Ja. Uh, dus het, het maakt echt een, uh, uh, een, een product of een stukje informatie, in plaats van dat het alleen maar iets zegt over een stukje informatie. Zo zou je erover na kunnen denken. Ja, en ik zie jou helemaal glunderen als je erover praat. Je wordt er helemaal blij van. Dus volgens mij vind jij het echt fantastisch uh, wat er is. Klopt ja, dat? Zeker, ja. Nee, ja, zeker. Maar wel ja. verantwoord. Ja. En wat is, ja. waar, gewoon even wat is het allerleukste wat jij zelf hebt gemaakt met AI. Allerleukste uh, met AI. Ik denk voor de Nederlandse arbeidsinspectie een, uh, een tool waarmee we hebben gekeken of uh, discriminatie in vacatureteksten kunnen helpen opsporen. Om, uh, om inspecteurs te ondersteunen. Om eigenlijk, ja, voor dus eigenlijk voordat je die vacaturetekst echt publiceert, dat je zeker weet dat hij niet discrimineert bijvoorbeeld? Op het uh, het ja... Vooral ook om op brede zin te kijken in welke sectoren lijkt nu vaak iets mis te gaan. Om ook preventief met de sector in gesprek te gaan. Maar ja. uh, daar komen we misschien straks nog over te spreken, maar daar zitten veel haken in over. Ik hoop ja. het, ik hoop het. Uh, die generatieve AI, hè, wat kan dat eigenlijk zo? We hebben het vaak over ChatGPT, hoor je uh, veel. Dat is een van die programma's wat dus generatieve AI is. Uh, Adjouna, wat, wat kan dat allemaal? Uh, ja, ChatGPT is een tool die heel veel verschillende taken uh, kan uitvoeren. En ze hebben allemaal met tekst te maken. Dus uh, het kan grote lappen tekst samenvatten. Uh, maar ook zeg maar, losse brokken tekst kan die heel goed gestructureerd uh, samenvatten. Kan teksten leesbaarder en begrijpelijker maken. Kijk. Maar je kunt ook zelf uh, ja, dingen, teksten laten genereren door ChatGPT. Uh, dat, dat gaat wel eens mis, daar gaan we het zo over hebben. <laughs> het kan wel. Ja, wat gaat er dan mis? Want je zegt, we gaan het er zo over hebben, maar vertel, maar wat, wat kan er misgaan? Dan? Uh, nou, een van de dingen die mis kan gaan is dat het gewoon foutieve informatie gaat produceren. Ah. Dus het kan gewoon onwaar zijn wat ChatGPT zegt. En dat worden ook wel eens hallucinaties genoemd. Uh, in de filosofie noemen wij dat bullshitten. Bullshitten? <laughs> Kijk, we hebben al uh, fantastisch. Wat is bullshitten precies? Nou, dat betekent dat ChatGPT gewoon uh, iets zegt. En het maakt hem niet uit of het waar is of niet. Het kan toevallig waar zijn, kan ook toevallig niet niet waar zijn, maar je moet dus heel goed uh, erop letten als lezer um, dat het ja dat het wel uh, dat er wel iets staat zeg maar, ja. je kan, want het is getraind op heel veel bronnen van het internet en maar ja niet alles wat op het internet staat is waar natuurlijk. Nee. En ja, ja misschien om daar aan te vullen voor de kijkers thuis, uh, volgens mij is de achtergrond heel divers, um, maar misschien goed om dit ook te begrijpen is het het punt dat uh, ChatGPT die die weet niks. Eigenlijk wat ChatGPT doet is gegeven tekst die voorafgaat of een vraag die je stelt voorspelt uh, een model steeds dus eigenlijk het volgende woordje uh, uh, wat daar moet komen te staan wat logisch is en zoals wij taal gebruiken en wat wat het model gezien heeft. Dus Het weet niet iets. Het probeert alleen telkens het woordje het volgende woordje te voorspellen. En als je dat achter elkaar krijgt, krijg je heel natuurlijk oog in de tekst. Uh, maar dat kan dus inderdaad ook zijn dat er iets staat wat niet klopt. Uh, en dat blijft toch voor het menselijke oog misschien uh, ja. noodzaak om dat te checken. Dus een tool op een website waar je dingen aan vraagt. en die voorspelt dan eigenlijk op basis van wat erin zit. Um, voorspelt hij een antwoord eigenlijk, waarvan het ook nog zomaar kan zijn dat het dus bullshit is, hebben we nu al geleerd. Um, wij spraken al voor deze uitzending erover en je had het erover, er zijn eigenlijk twee typen toepassingen, tekstgeneratie en klassificatie. Kan je dat uitleggen? Ja, kan ik uitleggen. En dus denk ik denk goed dat we nu inderdaad besproken hebben, eigenlijk wat dat model doet, is het volgende woordje uh, uh, verzinnen. En of dat nu met samenvatten is of schrijf een essay of maak het begrijpelijker. Uh, dat model ziet die vraag, die Snapt tussen aanhalingsteken die vraag en die gaat daar uh, iets mee doen. Um, en uh, wat ik nu zie in de markt, in ieder geval de, de manieren waarop ChatGPT uh, of vergelijkbare modellen worden toegepast, kan ofwel zijn dat die tekstgeneratie, dat je zegt, nou ik wil een leuk nieuwsartikel schrijven, doe een voorstel. Uh, of, Want dat uh, kan gewoon. Ik kan, kan gewoon vragen kan. van: ja. ik wil een nieuwsartikel schrijven over uh, de nieuwe tomaten die er op de markt zijn. Klopt. Ja. En dan beroep dan maakt hij dat voor. Precies, me. en hoe beter je het model begeleidt, dus hoe concreter je bent in zeggen van nou, ik wil dit erin hebben. Dit het moet deze toon hebben, het moet voor deze doelgroep zijn, hoe meer informatie het model heeft om daar iets van te maken. Ja. Uh, dus daar wordt denk ik, ChatGPT, denk ook voor de mensen thuis of op kantoor, dat dat de meest herkenbare vorm is om het in te zetten. Maar je zou natuurlijk ook tegen het model kunnen zeggen. Uh, ja, de output die je mij geeft, of het antwoord wat je mij geeft, moet een, uh, moet een categorie zijn. Dus het moet een bakje zijn. Je mag bijvoorbeeld ja of nee antwoorden. Dus stel uh, je zou raadsverslagen hebben en je ja. wil weten, wordt er in dit raadsverslag gesproken over de uitrol van 5G? Uh, dan zou je kunnen zeggen tegen ChatGPT, je mag alleen maar antwoorden met ja of nee, eventueel met een toelichting, maar dan krijg je heel gestructureerde... Uh, informatie terug. Dus dan zou je zo alle gemeenten, bijvoorbeeld in Nederland, op een rijtje kunnen zetten waar ja. 5G wordt besproken. En om het echt helemaal goed te begrijpen, wat ik dan dus aan die website vraag, is, als stel dat ik dat wil, wil weten over die, uh, wordt er over de uitrol van 5G gesproken, wat vraag ik dan letterlijk aan die website? Ja, dat, uh, goede vraag. Uh, als je het in de website zou doen, ja, dan, dan ja? zou je wat mee moeten twikken, maar je moet in ieder geval de structuur meegeven van ja? uh, je mag uh, bijvoorbeeld ja of nee. Antwoorden, wat heel goed werkt met ChatGPT is om het voorbeelden te geven. Ja. Dus, nou, hier kwam er, ik noem maar iets, in de gemeente Hardenberg kwam dit eruit. In dit format, nu wil ik dat je het ook graag doet voor deze gemeente. Dus die structuur moet je wel echt meegeven. Ja. Uh, en dan vraag je inderdaad: werd er gesproken in dit verslag over 5G? Ja, dat scheelt jezelf een hoop leeswerk als het, ja. uh, als het allemaal werkt natuurlijk. Als het allemaal ja. Yes. En daarom is het volgens mij ook zo belangrijk dat er wel over regels wordt, uh, wordt nagedacht en uh, hoe we hier als overheidsorganisatie mee omgaan. En gelukkig hebben we daarvoor een, uh, een gast bereid gevonden om daar iets over te vertellen. Ik ben heel erg blij dat we iemand van het ministerie van Binnenlandse Zaken bereid hebben gevonden om hier iets over te vertellen. Welkom Elja D. Elja, jij bent coördinator data, AI en algoritmes bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik vond het al heel fijn om te weten dat er bij het ministerie iemand is die hier dus heel erg hard mee bezig is. En jullie werken onder andere aan een visie op generatieve AI. Ontzettend fijn dat je hier online bij ons bent. Uh, meteen maar de vraag: wat speelt er allemaal landelijk op dit gebied? Ja, er speelt heel veel natuurlijk, um, zowel als het gaat om de toepassing van AI binnen de overheid als uh, in de samenleving. En daar heeft de overheid natuurlijk ook een rol in. Um, onder andere, en dat wil ik even rechtzetten, dat ben ik gelukkig, ben ik dat niet in mijn eentje, maar zijn er heel veel mensen binnen de overheid bezig met AI en generatieve AI specifiek. Uh, en ook binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er uh, talloze experts, gelukkig. Um, wat we aan het doen zijn, is mede op een vraag van de Tweede Kamer, is het ontwikkelen van een, een, een visie, een uh, idee van wat de impact is, zowel positief als negatief, van generatieve AI. Dat is een heel groot traject waar echt heel veel mensen, ook buiten de overheid, in hebben meegesproken en meegelezen. Uh, en allerlei experts, de wetenschap, het bedrijfsleven, om een zo breed mogelijk verhaal te kunnen neerzetten. Dat gaat uh, begin volgend jaar uh, publiek worden. Uh, daarnaast zijn wij al veel langer bezig met allerlei uh, trajecten voor het gebruik van AI uh, binnen de overheid, zowel als het gaat om gewone algoritmes en de slag naar de meer gecompliceerde algoritmes uh, waar AI uh, uit voortkomt. Uh, Daar gaat over een algoritmeregister, een, uh, een, een kader. Uh, wat moet je doen als je AI gebruikt? Dus uh, er speelt wat dat betreft ontzettend veel. Ja. En we hebben het hier natuurlijk al een beetje daarover gehad. We gaan het er straks nog wat uitgebreider over gehad. Maar waarom is het zo belangrijk dat jullie daar ook de tijd voor nemen... en dat er voorzichtigheid geboden is? Voorzichtigheid bij het ontwikkelen van beleid bedoel je? Ja, of, uh, ook. Ook beide. Nee, voorzichtigheid bij het gebruik natuurlijk en de toepassing. Maar misschien ook wel bij het ontwikkelen van beleid. Die, die ontwikkelingen gaan zo snel. Ik kan me voorstellen dat, jullie, dat het misschien soms ook wel een race tegen de klok lijkt te zijn... Ja, dat is ook zo. Maar beleid en wetgeving en dat soort dingen hebben gewoon tijd nodig. En ja. er zijn allerlei democratische processen, gelukkig. Uh, dus dat is natuurlijk niet iets wat je morgen gedaan hebt. Maar nee. als het gaat om uh, de vraag waarom uh, mensen die bij de overheid werken. voorzichtig moeten zijn met de toepassing van zo'n systeem als JetGPT. Uh, dat is simpelweg omdat er ontzettend veel haken in ogen gaan zitten. Er zijn heel veel kansen. En dat wordt ook uh, door de overheid en de Rijksoverheid onderschreven. En we zijn ook druk op zoek naar manieren om dergelijke. Toepassingen te kunnen gaan uh, testen. En zodat we ze met z'n allen kunnen gaan gebruiken. Maar als het bijvoorbeeld gaat om zo'n ChatGPT, zijn er allerlei uh, issues. Misschien de belangrijkste, in ieder geval voor ons, is uh, de wettelijke. Uh, het is niet duidelijk. En het kan dus in ieder geval niet is met zekerheid gezegd worden. dat ChatGPT voldoet aan de privacyregelgeving. Uh, bij ons, de AVG, maar dat is natuurlijk ook een Europese, uh, dat is Europese regelgeving. Het is niet duidelijk hoe het zit met inbreuk op auteurs. Rechten. Het vermoeden staat dat dat er is geweest in het uh, trainen van deze systemen. Maar er zijn natuurlijk ook allerlei haken en ogen, bijvoorbeeld aan de betrouwbaarheid. Hè. Ik hoorde net uh, uh, iemand in de studio zeggen: als je in ChatGPT zegt. geef mij een overzicht van de gemeentes die uh, 5G gebruiken. Het lastige is dat ChatGPT dat niet weet. Want ChatGPT kan alleen maar woorden voorspellen die goed bij elkaar passen. maar hij heeft geen link met de werkelijkheid. Het is geen zoekmachine, uh, er is geen bronvermelding. Um, dus stel nou dat iemand bij de overheid uh, iets moet opleveren, bijvoorbeeld weet ik wel, voor de gemeenteraad uh, of voor een communicatie-item. En die heeft de antwoorden gebaseerd op ChatGPT, dan hebben we een groot probleem, want die zijn dan waarschijnlijk niet kloppend. Um, dus zo zijn er allerlei issues. Hè. Misschien gaan mensen wel privacygevoelige informatie delen, uh, omdat ze zich niet zo goed bewust zijn van uh, wat er speelt, uh, hoe het werkt, zo'n systeem. En, um, en daarom moeten we vooral als overheid heel voorzichtig zijn uh, met het gebruik van iets dergelijks. Ja, um, misschien even omdraaien. Maar wat kan er misschien wel op korte termijn? Nou, met ChatGPT kan er niet zoveel, uh, denk ik, vermoed ik op korte termijn. Uh, maar natuurlijk zijn we aan het zoeken naar uh, mogelijkheden om soortgelijke systemen te vinden die voldoen aan al onze publieke waarden en grondrechten en wettelijke vereisten. Zodat we met z'n allen wel gebruik kunnen gaan maken van dit soort systemen. Maar om heel eerlijk te zijn, op dit moment voor ChatGPT um, denk ik dat het gebruik heel lastig is voor overheden. Ja, ja. want uh, het zal je niet ontgaan zijn, we krijgen ook heel veel vragen nu live over in de chat. Ja. Er stond vanochtend natuurlijk iets in de krant hierover. Uh, over eventueel een verbod. Ja, ik zal je er niet te veel me last van We praten er straks aan. Maar ik snap goed. dat het voor jou ook uh, dat stond er natuurlijk opeens in. En heel veel van onze gasten in de chat, bijvoorbeeld Dirk, dank voor je vraag trouwens. Je uh, vraagt: hoe staan jullie dan? Hoe staan jullie tegenover dat verbod? Wat, wat we daar lezen. Of kan je daar al iets over zeggen? Ja, nou, um, er is nog geen uh, verbod. Hè, okay. Want uh, we zijn bezig met het voorbereiden van een standpunt. namens de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Die is degene die uh, coördinerende verantwoordelijkheid heeft ja. op, uh, op uh, digitalisering. Maar dit uh, uh, standpunt wordt vooral gemaakt voor de overheid op dit moment. Hè. Ja. Er is hier een directie die zich daarmee bezighoudt. Dat is dus niet alleen het standpunt van uh, binnenland zaken... maar dat is iets wat afgestemd moet worden... met alle CIO's van de verschillende ministeries. Uh, en dat gebeurt ook. En dat is een, een vrij lang proces en een belangrijk proces. Dus er is nog geen uh, officieel standpunt. Um, Kijk, dat er problemen gaan zijn met het gebruik van ChatGPT, dat is wel duidelijk. Zoals ik net schetste, om te beginnen met de wettelijke uh, de wettelijke grondslag of de wettelijke regels. Als een systeem niet voldoet, als in, welke technologie dan ook niet voldoet aan de privacywetgeving in Nederland en bijvoorbeeld de auteurswet, dan kunnen we het gewoon niet gebruiken. Um, maar natuurlijk is het belangrijk dat we gaan zoeken naar mogelijkheden... om dergelijke toepassingen wel te gaan gebruiken. En uh, dat is iets wat ook uh, in het Rijksoverheid onderschreven wordt. Ja. Elja, ontzettend bedankt dat je even een toelichting wilde geven. Je bent straks ook in het Vragenuurtje uh, beschikbaar. Dus hebben ja. jullie nog vragen aan Elja, blijf vooral na afloop hangen. Uh, dan Doen zien graag. we je dan weer. Voor nu, ontzettend bedankt. Dankjewel. Ja, een krant die spreekt over een verbod... Adjuna, stel nou dat je het zou verbieden als overheid. Mm -hmm. uh, hoe kijk jij daar tegenaan? Uh, ja, nou, ik heb wel een leuke analogie tussen het verbieden van ChatGPT en uh, uh, sekseducatie voor tieners. Het uh, heeft geen zin <laughs> om het te verbieden, want ze doen het toch wel. Oh, ja. uh, en ja. uh, uit onderzoek blijkt dat een derde van alle werknemers al ChatGPT gebruikt. Uh, en bovendien is het ook gewoon beter om ze te leren verantwoord ermee omgaan. En, en ik denk ook dat dat mogelijk is met ChatGPT. Ja. Uh, waarbij ook gezegd moet worden, er, er zijn ook alternatieven. Het hoeft niet alleen ChatGPT te zijn. Er zijn ook andere taalmodellen uh, die meer um, rekening houden met het klimaat en met transparantie. Ja, ja. Uh, en er wordt ook overheidsbreed een taalmodel ontwikkeld door TNO, uh, dat, dat ook. Getraind wordt op betrouwbare data. Dus, Kijk, daar... dus dat helpt dan al. Ja. En wat jij eigenlijk zegt, je moet mensen trainen om er verantwoord mee om te gaan. Jij werkt voor een bedrijf en geeft daar ook les in. Wat adviseer jij als het dan gaat om dat verantwoord omgaan met deze zaken? Ik zou misschien allereerst tegen iedereen willen zeggen: denk er niet te licht over. Ja. Uh, iedereen kan naar de browser toe, zeg maar je Internet Explorer of Chrome, of wat je gebruikt, en iets aan ChatGPT vragen. Dat lukt, denk ik iedereen. Maar je merkt al dat als je het iets geavanceerder wil inzetten. of je wil het voor een product of dienst van een gemeente bijvoorbeeld inzetten. dan heeft dat veel haken ook ogen en dan moet je toch wat dieper gaan kijken. Dus ik vond het ook leuk uh, dat er net weer werd ingegaan op dat raadsverslagen voorbeeld. Effectief ja. voorbeeld. Uh, maar je zou natuurlijk uh, uh, hele, nou, ik zou zeggen. ingewikkelde stappen kunnen inbouwen om te checken. En ook die bronverwijzing, die kun je wel degelijk terug laten geven, maar dat is best technisch complex. Uh, dat, dat moet je echt met een team doen. Dat ga je niet als individu even klaarspelen. Dus ik denk dat het goed is qua verwachtingenmanagement. Ja, als je, ik noem maar iets, op vakantie gaat... Ga prima even wat tips vragen in ChatGPT. Dat ja? denk ik voor iedereen thuis een vrij uh, veilig gebruik daarvan. Maar ga je het echt voor serieuze doeleinden inzetten... dan, uh, dan moet je het ook echt in één keer goed uh, oppakken. Dus doe dat ook met een team en denk daar vooral niet te ja. licht over. Zou ik, uh, en dan is het belangrijk dat je dus zelf... Uh, tools eigenlijk ontwikkeld waarin je dit soort dingen al inbouwt. En dat is mogelijk als ik jou zo hoorde. Dat, dat is mogelijk. Ja, je kunt ja. je model trainen op je eigen data. En dat is ook, uh, dat maakt je dataset betrouwbaarder. Want uh, ja, gemeenten zullen uh, chatGPT op andere manieren willen gebruiken dan een ministerie of een andere uitvoeringsorganisatie. Ja. Uh, en die betrouwbaarheid van die data, die, die is het belangrijkste. Dus het gaat er eigenlijk om, stop je er zelf dingen in, uh, dan helpt dat onder betrouwbaarheid, tenminste als we betrouwbaar gebonden zijn, dan, ja. we er dan maar eventjes ja. vanuit gaan. Um, dit ging over uh, landelijk beleid. Um, er is volgens mij ook EU-beleid. Uh, kan jij daar iets over zeggen? Ja, zijn, uh, ik denk, dan kun je zo aanvullen. Ik denk het belangrijkste waar je misschien op hint is de Europese AI-act. Dus daar komt ook Europese wetten en regelgeving aan om. Uh, allerlei AI-toepassingen en de inzet ervan uh, ja, te reguleren. Uh, en uh, in de EU wordt nu gekeken naar ja, hoe impactvol, of hoe risicovol zijn die toepassingen. Daar hebben ze een bepaald klassificatiesysteem mee. En hoe, hoe meer kans op impact op burgers bijvoorbeeld, uh, ja, hoe strenger de eisen en voorwaarden zijn. Uh, en daar, ja, een van de dingen is bijvoorbeeld dat je daar een heel uh, bewust verantwoordingsmechanisme. In het ja, ja, ja. integreren. Dus dat je er heel goed van A tot Z met z'n allen over hebt nagedacht. Is het nodig? Waarvoor doe je het? Is er een grondslag? Hoe ontwikkel je het dan? Hoe zet je het dan in? Hoe mitigeer je eventuele ja, negatieve effecten die je niet uh, wil zien? Dus ja, misschien dat jij daar nog aanvulling op hebt. Ja, voor, uh, voor ChatGPT komen er waarschijnlijk gewoon extra transparantie eisen. Want um, ChatGPT is van OpenAI. Ja. En die zijn niet transparant over de impact die het heeft op het klimaat of de mensen die dat, dat werk achter de schermen eigenlijk doen. Um, en, uh, uh, en er moeten ook extra controles komen dan op uh, systemen zoals ChatGPT. Ja. Maar dat wordt allemaal ontwikkeld en we zitten nu ja, nog een ja. beetje in zo'n zo tussenfase, voelt het een ja, beetje. Hè? Dan moet ik wel zeggen, er, er zijn ook al richtlijnen, ook in Nederland, ja? um, uh, door het ministerie van Justitie en Veiligheid, over het gebruik van algoritmes door de overheid. Alleen die, die kennen de meeste mensen niet, terwijl ze wel verplicht zijn. En waar kan ik die regels dan vinden? <laughs> waar staan ze? Uh, daar heb ik nog geen linkje van gedeeld. Ik, um, maar maar... Gaan we zorgen dat we bij de publicatie van dit webinar <laughs> die link erin zetten? Want dat is denk ik wel handig dat mensen dat dan duidelijk kunnen vinden. Um, ja, misschien mag ik nog één ding even aanvullen, heel snel. Ik denk dat het ook goed is dat we met z'n allen dit maatschappelijke debat hebben. Ook over de, over de beperkingen. Want je ziet ook dat. Ik noem maar even de markt. Die neemt dat heel serieus. Dus een ChatGPT die. Die kunnen een hele grote markt mondiaal bedienen. Maar als ze dit niet aanpakken, neemt niemand die dienst af. Dus je ziet ook dat daar bewegingen zijn. om te zorgen ja, ja, ja. dat die privacy en uh, uh, data security. Dat, dat zij dat soort dingen eigenlijk borgen. Dus ik denk dat het ook goed is dat we met z'n allen laten weten. wat we ook maatschappelijk willen. Want de markt moet dan meebewegen. Ja, goede aanvulling. Dankjewel. Um, als je ook vragen hebt. Je kan ze straks tijdens het vragenuurtje stellen. maar ook tijdens de uitzendings. doe dat vooral. Um, want een van de vragen die wij vooraf binnenkregen, of heel veel vragen, gingen over de risico's. Welke risico's zijn er nou eigenlijk? Laat ik met jou beginnen, Arthur. Ja, um, misschien laten we beginnen met een inhoudelijk risico. Dat ja. wordt er heel vaak genoemd, van ja, maar klopt dit wel wat er uh, uitkomt? En uh, misschien voor de mensen die ook nog niet zo thuis zijn in AI, je zou het voorbeeld van de dokter weer kunnen pakken. De dokter ziet bijvoorbeeld de foto en die moet beoordelen, is iemand bijvoorbeeld wel ziek of niet ziek? Nou, het liefst heb je als iemand ziek is dat hij zegt wel ziek. Als iemand niet ziek, zeg je niet ziek. Maar je kunt twee typen fouten eigenlijk in zo'n situatie krijgen. Namelijk dat die dokter zou zeggen: nou, meneer of mevrouw, u bent niet ziek. Terwijl die persoon dat wel is. Dus die krijgt misschien geen behandeling. Die zou misschien zelfs tot overlijden kunnen. Uh, dat heet een, uh, een, een, een false negative in dit geval, in een technische term. Maar dat betekent eigenlijk: uh, je had eigenlijk moeten zeggen dat die persoon ziek was, maar dat doe je niet. En andersom zou je ook tegen een patiënt kunnen zeggen: Ja, u bent ziek, maar er is helemaal niks aan de hand. Dus misschien krijgt iemand dan onnodig medicatie ja. of behandeling. En zo kun je ook naar die modellen kijken. Uh, dus daar komt output uit. Het liefst heb je dat hij precies zegt wat je wil dat hij zegt, en niet zegt wat je wil dat hij niet zegt. Maar in de praktijk zal het voorkomen dat er. Ja, resultaten uitkomen die niet kloppen. Dus, en die uh, kunnen dus fout positief zijn of fout, fout negatief, negatief. als Precies, ik daar precies. Ja. En, en uh, uh, daar, daar zit een groot risico in. Daar zit ook de relatie met veel ethische afwegingen. Uh, stel dat 99% van de tijd dat model gelijk heeft met een foto ja. van iemands uh, longen. Is dat voldoende? Ik denk dat sommige mensen zullen zeggen nee. Dat uh, 1% misschien gaan de mensen dood door het model. Andere mensen, ook afhankelijk van je politieke standpunt of je persoonlijke waarden, zeggen misschien. Nou, ik vind dat wel acceptabel. Want het is misschien wel beter dan de menselijke inschatting. Mm -hmm. En dat soort risico's zitten hier heel erg in. Dus je krijgt output. Maar je weet, het enige eigenlijk wat je zeker weet, is dat het waarschijnlijk niet altijd klopt. En wat is daar dan de oplossing voor? Eén oplossing die veel gebruikt wordt, is door het uh, meer expert ondersteunend te maken. Dus eigenlijk die vast positieve waar we het over hebben. Dus hij ja. zegt iets wat niet klopt. Stel, jij bent een expert en jij ziet die output. Bijvoorbeeld, waar moet ik uh, naartoe? Ik ga naar Florence op vakantie. Waar moet ik zijn? Als jij Florence goed kent, zie jij misschien wel. Hey, daar staat Eiffeltoren, die zit daar niet, klopt niet. Dan kun je, dat, kun je die vals positief eruit halen. Misschien ook dingen die hij vergeet, denk je, oh ja, die heeft hij er nog niet bij. Maar dan heb je een goede eerste voorzet. En uh, daarmee, ik zeg niet dat het perfect is, maar het is in ieder geval een veelvoorkomend mechanisme om dit te mitigeren. Dus ja. meer als een aanvulling te zien op het menselijk werken dan als een. Vervanging. Dus even terug concreet weer naar die dokter. Die dokter blijft wel natuurlijk zelf de expert. Dus die moet inschatten, die moet dit snappen. Dat het, dat het ook wel eens een negatief of een fout antwoord kan zijn. Precies, krijgen. dus als een model zou zeggen, hier zit een gek vlekje op de ja. long. Dus ik denk dat er een vorm van kanker is. Uh, dan zou die dokter kunnen zeggen, oh nee, maar dit is, dit is een hele unieke afwijking die mensen met dit type... Ja, ik ben geen ja. arts, merk je al. Uh, maar die zou dat nog kunnen overnemen. Nee, maar ik hoop wel ja. dat de dokter dat blijft doen. Ja, precies. precies, precies. Jij ja, benoemde ook al ethiek. Nou, we hebben hier een expert op dat gebied. Dus uh, laten we... Daar dat risico eens kijken, wat, wat zeg jij daarover? Hoe zit het ethisch? Uh, ja, een heel groot risico, dat niet alleen bij ChatGPT maar ook bij andere AI speelt, is het risico op discriminatie. Um, en uh, ik heb daar wat voorbeelden van uh, meegenomen. Ja, laten we en, daar eens en, naar kijken. Uh, ja, dus hier, wat zien we hier? Hier zien we een uh, plaatje dat gemaakt is door Midjourney. En uh, er werd gevraagd: maak een Barbiepop van uh, ja, verschillende culturen. En als je goed kijkt, dan zie je dat ze een wapen vast heeft. Ja. En ja, dit plaatje zou dan representatief moeten zijn voor die cultuur. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nou, niet alleen bij zuid sudan spelen dit soort dingen. Maar er zitten heel veel stereotypen, ook in ChatGPT. Um, die, die een reflectie zijn van ongelijkheden in de maatschappij. Want Even om dit te begrijpen, voor, ja. voor misschien ook iemand zoals ik, die er echt gewoon weinig van weet. Mm -hmm. Dit plaatje is gemaakt door een computer. Klopt. Op basis ja. van een vraag die je ja. daarin hebt gestopt. En toen kwam ja. dit eruit. Ja, okay. en, en dus mensen denken vaak van algoritmen zijn objectief en neutraal, omdat het is gewoon computer hè? Wiskunde is wiskunde, statistiek is gewoon neutraal. Uh, ja. Maar ja, in feite, uh, als ChatGPT getraind is op data die door mensen is gemaakt. Uh, dan is dat niet neutraal. Uh, een ander voorbeeld is Microsoft, uh, die. Uh, nou, eerst even dit voorbeeld. Ja, we hebben vroeg, nog, je hebt hier, nog een voorbeeld meegenomen. Ja, je mee ja. vroeg een Aziatische student om haar profielfoto professioneler te maken. Profes dus een ja. vraag was die ze zei: in de foto links, denk ik haar werkelijke foto. Ja, klopt. Maak mijn foto professioneler. En toen ja. gebeurde er dit. Ja, en daar zie je dus dat ze opeens blauwe ogen heeft en dat Ach. ze een lichtere huidskleur heeft. En dat komt omdat professionaliteit uh, door de maatschappij geassocieerd wordt met een, een witte huidskleur. Uh, en dat zie je dus terug in de data en dus ook in het model. Ongelooflijk. Um, hè, en en ja. die, die stereotypering die is niet alleen een reflectie van de maatschappij, maar wordt ook uitvergroot. Dus je ziet in ChatGPT dat moslims heel erg worden geassocieerd met geweld. Of dat als je een plaatje opzoekt van een, uh, een gevangene, dat je meestal een zwart persoon te zien krijgt. En uh, ja, dat, dat zijn niet alleen plaatjes, maar uh, het, het heeft ook echt effect op hoe mensen gaan denken over bepaalde bevolkingsgroepen. Ja, en. Dit wetende, wat zijn dan jouw tips over wat je er bijvoorbeeld dan wel of niet instopt? Um, nou ja, het is, het is heel moeilijk om dat uit de data te halen. Maar er zijn wel vanuit de overheid initiatieven om discriminatie überhaupt tegen te gaan. Ja. Maar mijn tip is dan om, uh, om bij die bewustwordingstrainingen ook stil te staan... bij die algoritmische discriminatie, zoals dat heet. Dus om ook mensen te leren van, kijk, data is niet neutraal. En uh, zorg ervoor dat je de output echt gaat checken, dat er niet uh, onwenselijke stereotypen in zitten. Ja. Um, er zijn ook nog andere risico's, Arthur, namelijk juridische. Um, ja, die zijn er denk ik wel veel. Ik ben geen jurist, overigens, wil ik nee. meteen gezegd hebben. Maar ik denk dingen die hier veel voorkomen voorgekomen zijn. Inderdaad die uh, uh, AVG en de, de omgang met, uh, met gevoelige of persoonsgegevens... Uh, ik denk een makkelijke vuisregel. Uh, nou, we hoorden net misschien bij de Rijksoverheid sowieso niet doen. Maar yeah. mocht je in een andere context met, met dit soort technologieën aan de slag zijn. makkelijke vuisregel is, zou je dit document zou je dit überhaupt delen met een andere partij? Als je zegt nee, zou ik niet met een andere partij delen. Dan is een makkelijke vuisregel. Doe het dan ook niet met OpenAI of een andere partij. Dus denk daar even goed over na. Uh, doe het niet tenzij. Zou ik, dat is de, de, de veilige optie. En dat dwingt je ook om er. Uh, ja, goed in thuis te raken. Ja, ik um, krijg veel vragen binnen. Um, los je dit probleem op, bijvoorbeeld staat er op, uh, in de chat, met uh, de betaalde versie. Zijn dan deze risico's minder? Dus, want ja, er zijn versies ja. die dus gratis beschikbaar zijn... en er zijn versies ja. waar je voor betaalt. Ja, nou, wat ik weet is dat je een opt-out kunt doen. Dus je kunt ervoor kiezen om uh, jouw data niet als trainingsdata... te laten gebruiken voor, uh, voor ChatGPT. Ja. Bij mijn weten is dat ook mogelijk in de gratis versie op dit moment. Dus dan kun je je chathistorie, zeg maar, verwijderen... Uh, de vraag is hoe betrouwbaar dat is. Misschien weet jij daar meer over. Ja, om... volgens mij uh, als aanvulling, volgens mij in de, in de gratis versie... je kunt die chat wel verwijderen, maar volgens mij hebben ze bij de gratis versie... wel altijd het recht, tussen aanhalingstekens, om, om dat gebruik voor training. Mm -hmm. bij de, je hebt twee aanvullende varianten, de Plus en de uh, Enterprise... Daar wordt in principe kun je zeggen, nee, ik wil niet dat jullie mijn data gebruiken om te trainen. Uh, die data wordt in principe ook versleuteld. En ik denk dat Enterprise, correct me if I'm wrong, in uh, goed Nederlands. <laughs> uh, volgens mij is dat sinds oktober dus nog niet heel lang gelanceerd. Uh, maar je ziet nu dat ChatGPT met grote organisaties, eigenlijk dat punt van, ja, maar we willen jullie data goed borgen, zorgen dat dat veilig is. Uh, dus die, die, die organisaties, die bedrijven nemen daar stappen mee. Maar daar heb je dat, dat stukje misschien mee opgelost. Maar die ethische risico's, nee. uh, die los je daar niet zomaar. Uh. Nee, en jouw plaatjes roepen ook veel vragen op. Uh, terecht ook, denk ik. Uh, want uh, we hebben een vraag van uh, Erik, volgens mij binnen. En die vraagt, zou je dan als je zo'n tekst of zo'n plaatje... Er, als dat eruit komt, zou je dan eigenlijk... in ieder geval bij de overheid dan... altijd moeten benoemen dat je dat plaatje hebt gemaakt met behulp van deze technologie. Ja, kijk, los van discriminatie denk ik dat het sowieso heel belangrijk is om als overheid transparant te zijn over hoe je ChatGPT gebruikt. Ja. En ik denk ook met wat de privacy betreft dat je als organisatie echt regels moet gaan opstellen van wat is nou wenselijk, van welke soort informatie willen we hier wel in stoppen en welke niet. Ja, en daar stelt ik, ik ben meteen, ik zie meteen, want iedereen gaat helemaal los door die, ja, die plaatsen ja, natuurlijk, dus mooi. hartstikke goed. Ja. Um, Lisbeth vraagt namelijk, en ik ga het letterlijk eventjes voorlezen, om de algoritmische discriminatie misschien deels te omzeilen, kunnen we... Um, oh nu is, ik moet hem even, hij is bij mij nu verdwenen, dus nu hoop ik dat hij even terugkomt, de vraag. Uh, kunnen we dan niet, volgens mij stond er zoiets van: kunnen we dan niet bepaalde prompts meegeven, dus bepaalde opdrachten meegeven om dat te omzeilen? Uh, dat is in zekere zin wel mogelijk. Nou is er wel een, een heel pijnlijk voorbeeld dat werd geprobeerd om een plaatje te genereren van een. Zwarte arts die witte kinderen behandelde. Ja. Dat was gewoon niet mogelijk. Ook niet met dat kon hij niet. Nee. Dat oh. kon, terwijl dit, andersom kon het gewoon wel. Hè. Je kunt uh, ChatGPT overigens wel vragen van. zorg ervoor dat er geen vooroordelen in de output zitten. Uh, dat, dat werkt dan een heel klein beetje, maar daarmee is ook niet. Uh, dat, dat is niet de hele oplossing. Nee, dus je kan het wel doen, maar dan weet je nog steeds niet zeker of dat, uh, of dat inderdaad de oplossing is. Ja. Um, er worden superveel vragen gesteld. Ontzettend bedankt. Uh, we kunnen ze niet allemaal stellen, maar schrijf ze wel eventjes op voor jezelf of typ ze in. Uh, want dan kan je ze bewaren voor het vragenuurtje na afloop. Want we praten nog een uur straks na de uitzending door met al onze gasten en nog meer experts. Um, ja, Waar moet je nou eigenlijk rekening mee houden als je dit wil gaan gebruiken? Uh, we hebben een paar dingen benoemd, uh, maar Juna, jij hebt nog. Misschien ja. wel een paar aanvullingen. Waar moeten we rekening mee houden? Ja, um, nou, uh, het belangrijkste tip die ik wil geven is: voordat je ChatGPT gebruikt, denk dan eerst van waar doe ik dit eigenlijk voor? Hè? Welk probleem wil ik oplossen? En heb ik daar echt ChatGPT voor nodig? Of kan ik misschien iets anders gebruiken? Ja, of een van al die andere programma's. Ja. Hè? Want we hebben het nu vandaag veel over ChatGPT, ja. maar er zijn heel veel programma's. Als je ja. dan toch ChatGPT gebruikt, gebruik het dan vooral voor de dingen waar het echt goed in is. Dus, um, en dat is bijvoorbeeld het begrijpelijker maken van teksten. Dus ChatGPT kan hele complexe teksten omzetten in gewoon begrijpelijke, toegankelijke taal. Um, gebruikt ook om samenvattingen te maken, bijvoorbeeld. Maar naarmate je meer autonomie geeft aan ChatGPT. Dus zelf uh, het zelf nieuwe teksten laat genereren. Dan worden de risico's wel groter. Dus uh, ja. Dus vooral op basis van dingen die er al zijn. iets vragen, dat, dat kan ja. prima. Maar iets nieuws laten bouwen. Je moet eigenlijk niet. Laat ik het dan gewoon eens even. Ik stel, ik moet een beleidsplan schrijven. Mm -hmm. over de aanleg van een nieuwe spoorlijn. Mm -hmm. uh, in Nederland. En ik zeg tegen ChatGPT: schrijf voor mij even dat beleidsplan. Dan zeg je. Ja. Ze, doe dat maar niet. Nee, nee. 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 <laughs> <laughs> het zou heel makkelijk zijn. Het zou dus wel dus ga eerst zelf dat, dat beleid schrijven. en vraag dan ja. aan ChatGPT om nou, te gaan. Gelukkig blijft ons werk dan allemaal nog <laughs> nodig. voor alle uh, kijkers van deze uitzending. Um, je had het al gehad over dat bullshit. en die hallucinaties zijn. Dat is natuurlijk een, uh, iets waar je rekening mee moet houden. Um, jij nog dingen waarvan je zegt. nou Dat zijn echt belangrijke dingen. Ja, voordat je hier als ambtenaar misschien mee aan de slag gaat. Ja, ik denk organisatoren is het misschien toch goed om te vermelden. Want ik kom af en toe ook bij andere, ook wat grotere organisaties uh, langs. En dit, nogmaals, dit is echt een, een, een team inspanning. Dus als je mee aan de slag gaat, zorgen voor dat je mensen hebt die verstand hebben van de ethische. Uh, context, uh, die de techniek kunnen maken, ja. uh, hoe je dat kan integreren, uh, waarvoor je het doet. Dus het is echt een teaminspanning. Uh, en, en dus voordat je iets doet, uh, probeer daar eerst breder ja. met, met je collega's over in gesprek te gaan. Ik bedenk maar ook, jij geeft natuurlijk ook les in trainingen. Is het belangrijk om als ambtenaar ook getraind te zijn in eigenlijk wat het is, wat het doet. Want ja, we maken nu een webinar van een uur. maar Dat is mm -hmm. natuurlijk niet vergelijkbaar met de training, denk ik, die jij geeft. Ja, nee, klopt. Uh, je, je kunt trainingen in een uur, in een dag, in drie dagen, in een jaar, in vijf jaar. Dus dat is natuurlijk het verschil in ver je kunt gaan. Maar ik denk zeker dat het uh, belangrijk is. Ik denk ook dat de Nederlandse AI-coalitie daar goede inspanningen maakt om mensen daar bewust van te maken. Uh, om de punten hoe beter je begrijpt wat het, hoe het werkt. Begrijp je ook beter wat het doet, maar vooral ook wat het niet doet en wat het niet kan. En, en dat, dat blinde geloof van oh, de computer lost het wel op. Of de, de bias, waar net over gesproken werd, van ja, het, het heeft geleerd op, op basis van racistische plaatjes eigenlijk. Ja, je kunt die computer dat niet kwalijk nemen. Die, die snapt racisme of discriminatie niet. Die snapt gewoon alleen, ja, dit heb ik eerder gezien en je vraagt me en iets en dit. Ja, ja. Dus het is bijna meer een, 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 een spreekbuis van, van de mensheid. Uh, maar hoe beter je begrijpt hoe het werkt, en wat de principes zijn, ook hoe beter je in staat bent om je eigen use cases te verzinnen om ja. uh, en ook de risico's in, in, in kaart te krijgen. Je benoemde net even de Nederlandse. AI coalitie. Er is ja. dus een groep uh, die, die eigenlijk bezig is met alles wat er kan en daar mooie voorbeelden van verzamelen. En we hebben straks ook op de chat in het vragenuurtje iemand uh, van die coalitie om je vragen aan te kunnen stellen. Over vragen gesproken, we zijn het al, we kregen heel veel kijkersvragen binnen voor deze uitzending. En een van die vragen kwam van Eugene en daar gaan we nu naar kijken. Hoe uh, ga je om met copyrights als je chat GPT gebruikt of een andere AI? Enerzijds de gebruikte bronnen, hoe betrouwbaar zijn die? En kun je nagaan of de resultaten gebruikt mogen worden? En mag je, als je dat zou willen, het resultaat van een AI-bewerking, een tekst of een illustratie bijvoorbeeld, zelf met copyright beschermen? Eugene, hartelijk bedankt voor je vraag. Nou, wie van jullie wil Eugene het antwoord geven? Ja, kan wel. Nee, ja, ja, kan uh, uh, copyright speelt inderdaad aan, aan zowel de kant van de trainingsdata als de kant van de output. En het is inderdaad zo dat ChatGPT voor een deel getraind is op echt vertrouwelijke informatie, die ook soms auteursrechtelijk beschermd is. Dus het risico bestaat dat je dus inderdaad uh, plagiaat pleegt als ambtenaar, als je dat dan gebruikt. Want die, die trainingsdata kan gewoon letterlijk weer terugkomen in de output. Dus, wat, uh, ja. dus ja, ja, je moet echt uh, dan wel. Um, uh, dat checken ja. <laughs> en, en zorgen dat het een soort van interactief proces is, hè, wat je met ChatGPT hebt. Dus niet gelijk de output op een website zetten, maar echt ook jezelf uh, je eigen input erin uh, stoppen. En, en dus aan de andere kant is die tekst die ChatGPT genereert nou van jou, jouw eigendom. En dat, uh, dat ligt heel erg aan uh, hoe origineel jouw eigen input is. Want het maken van een goede prompt is natuurlijk ook een kunst op zich. Uh, daar is nog heel veel onduidelijkheid over. Um, maar ja dat, ja, dat. Ja, ik zit meteen te denken. Um, we hadden net natuurlijk al die vraag: moet je het er eigenlijk altijd bij vermelden? Nou, toen zei je al: dat is eigenlijk wel belangrijk dat je dat in ieder geval als overheidsorganisatie ook wel, uh, ook wel doet. Um, maar kan ik nou ook niet gewoon vragen aan ChatGPT van. Uh, nou, je hebt me een antwoord gegeven, zit daar copyright op dit antwoord? Of krijg ik, kan ik dan. Jij ja, krijgt meteen naar jou. <laughs> Kan er dan zomaar een antwoord uitkomen dat hij zegt. Nee hoor, dat zit er niet op, terwijl het wel zo is. Ja, ja. interessant. Want ik denk in een aantal gevallen dat het vrij duidelijk is. Dus uh, ik denk in zo'n uh, voorbeeld met die van gogh -schilderij, je ziet iedereen de stijl van van Gogh terug. En denk dat je daar als auteur ook best een goede casus kan maken. van ja, Dit had je niet kunnen maken zonder mijn auteursrechtelijk beschermde werken te ja. gebruiken. Uh, maar in veel andere gevallen is dat veel moeilijker. Dus stel je, je hebt de auteursrecht op een stuk tekst. Ja. Maar het model ziet miljoenen of miljarden stukken tekst. Ja, het heeft het wel gebruikt. Maar is, ja. uh, kun je echt zeggen dat, dat dat werk echt, dat daar inbreuk op gepleegd is? Dat is voor mij een hele moeilijke juridische vraag op het moment. Ik uh, denk wel om het nog concreet toe te voegen. Uh, wat ik heb begrepen, is dat in ieder geval de output. Dat als je daar inderdaad nog zelf handmatig als mens echt mee aan de slag gaat, dat je dan alsnog weer auteursrechtelijk kunt beschermen. Uh, maar als jij simpelweg de output van ChatGPT publiceert, dan gaat er vanuit. Dan heb je geen auteursrecht op. Nee, we kregen ook veel vragen in dit kader over afbeeldingen. Je had het al even over van Gogh. Hoe zit dat met afbeeldingen dan precies, die je genereert? Nou, je liet net al een aantal. <laughs> Bijzondere voorbeelden zien, maar stel nou dat daar, uh, uh, als ik dat heb gegenereerd, heb ik dan het auteursrecht op dat plaatje wat eruit is gekomen? Ja, dat is opnieuw weer een heel grijs gebied. Er zijn ook al rechtszaken over geweest, want kunstenaars die vinden het helemaal niet fijn als hun uh, kunstwerk als trainingsdata worden gebruikt. Uh, er is ook een uh, stripboek gemaakt, um, en de vraag was: van, ligt daar nou auteursrecht op? En nou was de uitspraak dat op het werk als geheel zat wel auteursrecht, maar op de individuele, individuele plaatjes die gemaakt werden zat dat het niet. niet. Oh, nee, ja. Maar, ja. maar goed, grijs gebied blijft het. Ja, ja volgens mij uh, nog een ander voorbeeld dat ik toevallig uh, recent tegenkwam, is volgens mij dat de NASA, zeg maar de, de Space Agency in, uh, in de VS, ja. dat die bepaalde ruimtefoto's nog met, door mensen laten inkleuren, door designer, om die mooier te maken, waardoor ze auteursrecht kunnen aanvragen op die plaatjes. Uh, omdat het omdat anders zij er zin in uh, hebben aangepast. Ja, precies. Ja. Dus omdat dat hele... Ja, gewoon even een planeetje erbij gezet. Fris, uh, <laughs> uh, nou, dat, 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 Daar ga ik vanuit van niet, dat ze dat er tegen doen. Maar, uh, maar dat geeft wel aan dat het een, ja, ook een ding is in, in, in het juridische landschap. Ja. Uh, iets wat jij al een paar keer hebt benoemd, klimaat. Ook daar hadden we heel veel vragen over. Mm -hmm. uh, hoe zit dat eigenlijk misschien? Hoe, hoe groen is... Ja. AI eigenlijk. Ja, dus er zitten heel veel verborgen kosten eigenlijk aan ChatGPT. En een daarvan is het enorme energiegebruik dat het kost. Uh, want het trainen van één taalmodel, dat kost bijvoorbeeld uh, de energie die je nodig hebt om uh, 125 vliegreizen te maken van New York naar Beijing. En uh, een ander voorbeeld voor de individu uh, individuele ambtenaar, is één gemiddeld gesprek met ChatGPT, kost ongeveer één liter schoon drinkwater. Dus er wordt ook heel veel water verbruikt uh, bij ChatGPT. En die datacentra die daar nodig voor zijn, die worden ook vaak in arme landen gebouwd waar er al weinig schoon drinkwater is. Dus dat zijn dingen die wij niet zo zien als we ChatGPT gebruiken, maar waar we wel invloed ja, op hebben. En dat is een duurzaamheidsvraagstuk, maar eigenlijk ook een ethisch vraagstuk als ja. ik het zo hoor. Ja, klopt zeker. Um, jij herkent dit? Neem je dit ook mee ja, in de training? Uh, ja, nee, ik denk, denk ja. dat het helemaal terecht is. Dat, uh, dat die kosten van het kost gewoon energie om, om dat model te draaien. Ze zijn een heel zwaar, ingewikkeld rekenmachine, de kost energie. Dus ik denk dat dat volledig terecht is. Maar ik denk wat de discussie moeilijk maakt, is dat de opbrengstekant veel ja, diffuser of onduidelijker is. Want ja. Stel dat jij een gesprek als ambtenaar hebt met. ChatGPT, maar door die output kun jij iets anders in gang zetten waarmee je duurzaamheid juist kan ondersteunen. En ja. dan wordt het heel moeilijk om die rekensom te maken. Dus het is, denk ik, aan die kostenkant is het makkelijker om dat in kaart te krijgen van hoeveel wat verbruikt die server of hoeveel ja. water wordt erbij verbruikt. Maar wat het oplevert, ja, dat is moeilijker te zeggen. Dus, uh, maar ik denk dat de verhuisregel wel staat als je het gewoon voor de lol gebruikt zonder enige doeleinden, zal het niet duurzaam zijn. Ja. Maar als je daar met goede ideeën gebruik van maakt. Maar goed, dat is een grijs gebied. Ja. Dit is de Direct Duidelijk Tour. Daar hebben we het heel vaak over heldere taal en hoe je dat kan krijgen. Nou, jij zei net al: eigenlijk is dit best wel een goed middel om teksten begrijpelijker te maken. Hoe werkt dat dan precies? Hoe, hoe kan ik het gebruiken om teksten begrijpelijker te maken? Ja, nou, ik zelf ben geen expert op het gebied van handige prompts. Misschien weet jij daar meer van. Ja, direct. en een prompt ja. eventjes voor mensen die de, de term niet kennen. Dat is dus de vraag eigenlijk die je stelt aan ChatGPT. Ja, dat noem ja. je een prompt. Ja, misschien om daar nog op uit te breiden. Zeker als je de betaalde variant van dit soort modellen. Er zijn eigenlijk op verschillende punten. Je ziet het als een soort digitale collega, die ChatGPT. Uh, je, je kunt uh, variëren in de vraag die je stelt, maar je kunt ook variëren in. Uh, het uitgangspunt van zeg maar, de, de digitale collega's. kan bijvoorbeeld zeggen: Nou, je bent een medewerker bij een reisbureau. of je bent een ambtenaar bij de gemeente. Uh, door, die, door de uitgangspositie ook al aan te passen. kan ook de, de toon of de yeah. uh, antwoord ook al mee veranderen. Dus er zijn eigenlijk meerdere stukjes in het proces. waar je, uh, waar je input kan geven. Van joh, uh, benader het vanuit deze uh, yeah. uh, hoek. Um, en dan inderdaad, veel zit in dat prompt. of een aaneensluiting van prompts. Dus eigenlijk. Ja, opdrachten die je de computer geeft. Uh, en in de algemene zin geldt, hoe concreter je het maakt, hoe specifieker, hoe minder ja. een computer de, tussen de regels door moet lezen, hoe beter. Laten we dat dan eens even heel concreet maken. Hè? Want nou kan ik me voorstellen, ik heb een grote beleidstekst en eh, ik heb de opdracht gekregen om die begrijpelijk te maken voor zoveel mogelijk mensen in, nou noemen ze een stad, de stad Amersfoort. Ja. Um, nou kan ik heel makkelijk vragen, denk ik aan het ding, dit is de tekst, maak hem even begrijpelijk. En dan prf, begint hij iets te doen. Ja. Maar heb ik dan de goede vraag gesteld? Ongetwijfeld niet. Ik denk dat je dat al door had. Zie de term begrijpelijk? Is dat semantisch begrijpelijk? Ja. Is dat kwartaalniveau begrijpelijk? Is dat, dus wat is begrijpelijk al? Dat ja, klinkt heel flauw, maar die computer die snapt dat natuurlijk niet. net zo goed niet. Nee. Die moet je heel specifiek... Een opdracht meegeven. Dus als je zou zeggen: Nou, we hebben inwoners in Amersfoort, uh, die, die zijn pas drie jaar bezig met de Nederlandse taal. Die kunnen wel redelijk wat woorden en zinnen spreken, maar die, die, die hebben moeite met geavanceerd uh, Nederlands. Kun je het op zo'n manier uh, uitleggen of beschrijven dat zij het goed zouden kunnen begrijpen? Dan heb je waarschijnlijk al een veel beter antwoord. Dan als je gewoon alleen zegt, hier heb je tekst. Maar... En dan maak je het dus echt zo concreet. Sorry dat ik je onderbreek. Maar zo echt zo concreet: Je zegt: ik wil dat deze tekst te begrijpen is voor mensen. En dan beschrijf je helemaal ja. die groep die jij net hebt. Precies. En wat je ook kan ja. doen, dat noemde ik al eerder: en dat is een heel krachtig uh, middel bij dit soort prompt engineering is door voorbeelden te geven. Dus zeg nou, ik heb hier bijvoorbeeld vier voorbeelden... hoe ik van tekst A naar tekst B kwam. En dat kunnen mensen die er misschien ook in het publiek zitten... die hier heel goed in zijn, die dat denken... Dat denk ja, ik zomaar wel, ja. En nee, de computer zal u niet vervangen. Uh, maar als u van eigen hand misschien vier voorbeelden geeft... hoe die computer het zou moeten doen... kan die computer ook veel gerichter zien van... oh, dit is kennelijk de taak. Oh, dan ga ik dat in die vijfde situatie ook op die manier doen. Ja. Dus eigenlijk kun je daar heel slim je eigen domeinexpertise... Ja, aan de computer bieden om ja, goed samen te werken. En dat is dus eigenlijk wat je erin stopt. Maar ja, daar moet je ook weer mee oppassen. Wat stop je erin? Want dat zijn misschien wel dingen waar auteursrecht op zit of waar je niet mm. wil dat hij uh, die, die verder verspreidt. Mm. Um, wat zijn jouw tips als je teksten begrijpelijker wil maken? Um, ja, de, uh, over wat je erin stopt. We hebben het net al even over privacy gehad. Je moet natuurlijk geen persoonsgegevens erin stoppen. Maar ook uh, niet alleen persoonsgegevens, maar ook gewoon vertrouwelijke informatie. En ja, voor uh, begrijpelijk maken van teksten... het schijnt dat het, uh, dat het helpt als je gewoon vraagt van... schrijf deze tekst zodat het begrijpelijk is voor een 15-jarige. Ja, zo. Dus ja. echt zo concreet, hè? Ja. Nou, nou heb ik van jullie geleerd dat deze generatieve AI... zich baseert op de teksten die erin zijn gestopt. Stel nou, want dat is wat ik me dan logischerwijs bedenk... De meeste teksten die daarin zitten, dat zijn teksten die al bestaan, waarvan we eigenlijk weten dat ze niet zo begrijpelijk zijn. Overheidsteksten die heel moeilijk en ingewikkeld zijn, waar we al heel veel uitzendingen over praten. Um, hoe kan ik er dan toch voor zorgen dat er een goed antwoord uit komt? Want die begrijpelijke overheidsteksten, die zullen er misschien nog niet zoveel in zitten. Nou, jij zei het al, ja. zoveel mogelijk erin stoppen, maar. Ja, het, het, ja. het handige hier, zonder te technisch te worden, is dat uh, dat model, zeg maar, ChatGPT, ja? die heeft enorm veel teksten gezien. Dus. Uh, die heeft ook waarschijnlijk kinderboeken gelezen of, of websites die simpel beschreven zijn. En net als mensen, uh, wij snappen waarschijnlijk onze Nederlands taal best aardig. En wij snappen ook het principe van moeilijk en simpel. Of uh, als, als, als ik jou zou vragen, hier heb je een moeilijke tekst. Ja. Maak deze simpeler. Dan denk ik dat je dat best zou kunnen doen. Ook al heb jij misschien nog nooit. Een simpel beleidsdocument gezien. Of ja. een simpele brief van een overheidsinstantie. Ja. En datzelfde principe, jij zou dat met jouw brein kunnen doen, omdat je taal snapt. Je snapt het principe van moeilijk en makkelijk, dat dat semantisch of woordgebruik. Ja. En ja, die combineer je. En dat doet dat model eigenlijk ook. Dus dat model hoeft niet noodzakelijkerwijs simpele brieven van de overheid gelezen te hebben om een simpele brief op te kunnen stellen. Helder. Nou, dat ben ik weer gerustgesteld. <laughs> dat we, niet... um, we hebben nog een vraag van Nina. En Nina vraagt aan jullie allebei. Hoe denken jullie dat ChatGPT of OpenAI gaat evolueren tot vertaal of taalkit of tolkenkit? Ik snap even niet. Nou, het is een, met name een tool waarmee je dus kan vertalen of tolken. Zeggen ze. Dus uh, is het een handige tool om een, in plaats van een vertaler in te huren of een tolk? Uh, ja, nou, ChatGPT kan heel breed gebruikt worden voor allerlei taken. En één daarvan is inderdaad vertalen. Um, maar. Um ja, stel, dat je, stel dat je alleen ChatGPT voor het vertalen van teksten wil gebruiken... dan kun je eigenlijk beter een andere tool gebruiken... die gewoon specifiek op die taak getraind is. En je moet altijd denken, waar wil ik het voor gebruiken? En het is net alsof je een heel buffet bestelt... als je alleen maar zin hebt in frietjes bijvoorbeeld. Ja. <laughs> als je het alleen gebruikt om tekstcorrectie te doen of te vertalen... dan zijn er gewoon andere applicaties die daar echt beter in zijn. Ja, dus kijk ook ja. echt even wat er naast dit nog op de markt is... waar, waar, waar je beter op kan ja. vertrouwen eigenlijk... Um, ja. En misschien om daarop aan te vullen, want je ziet dat nu ook, dat is wel de toekomst. Dat, je kunt je voorstellen als je die tekst begrijpelijk kan verwerken, dat de stap van oké, okay, tekst in stem bijvoorbeeld omzetten en daarmee praten, daar wordt nu ook aan gewerkt, niet is dichtbij. Dus zelfs uh, waar Microsoft aan werkt voor jullie Word en PowerPoint, dat je straks kan zeggen: Nou, ik heb hier een Word-documentje, kun je drie slides voor mij maken, in PowerPoint met de belangrijkste punten? Dat kan die straks ook omdat de taken ook in tekst zitten. Dus ik denk dat, dat vertalen is nog een kleine taak. Mm -hmm. En daar zou je nu, denk ik, best makkelijk ook andere diensten voor kunnen gebruiken. Maar als je het straks gaat aaneenschakelen met andere stukjes in het proces, dan, uh, uh, dan, dan kan het mogelijk zo zijn dat deze modellen wel weer de, 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 ja, de voorkeur krijgen. Ja, dankjewel voor je vraag. En alle andere vragen die jullie nog hebben, die gaan we straks in het vragenuurtje proberen te beantwoorden. Want we zijn er al bijna doorheen. En elke uitzending van de Direct Duiten Tour die eindigen we met de vragen aan de gasten: Wat is eigenlijk jullie gouden tip? Laat ik met jou beginnen, Arthur. Wat is jouw gouden tip voor onze kijkers? Mijn gouden tip is: uh, houd de energie om uh, optimistisch naar deze nieuwe ontwikkelingen te kijken. Maar. Doe het wel op een verantwoorde manier. Dus doe het samen met collega's, met verschillende expertise's. En ga niet zomaar, zonder dat je bewust bent van wat je precies aan het doen bent, ga niet zomaar aan de slag. Dat zou mijn belangrijkste takeaway zijn. Dankjewel. En uh, Arjuna, wat is jouw gouden tip? Ja, die van mij is, denk van tevoren na over waar doe ik dit allemaal voor? Welk probleem wil ik oplossen? En dat je elke keer jezelf vraagt van, gaat dit de burger helpen? Gaat dit de maatschappij helpen? Ja. Dank jullie wel voor jullie uh, aanwezigheid, jullie tips en jullie mooie antwoorden op al onze kijkersvragen. Dank jullie vooral voor het kijken naar deze super interessante aflevering van de Direct-Duik-Tour. Direct Ik heb ook zelf weer heel veel geleerd. Uh, dank jullie wel voor het kijken.